Mathieu van der Poel, met lichte verkoudheid uit de ronde van Zwitserland gestapt. Allereerst, hoe is het met je? Alles in orde nog. Het was lichte verkoudheid, ja. Gelukkig. Je hebt een keer het normale tenue aan van Alpecin Fenix. Moest je hem zoeken? Nee, hij lag binnen handbereik. Dus ik vind het sowieso een heel mooie trui ook. Dus het is niet dat ik het zonde vind om er niet in te moeten rijden. NK vandaag, je bent titelverdediger. Wat verwacht jij van vandaag? Ja, weer een heel lastige wedstrijd. Vrij oncontroleerbaar voor onze ploeg, omdat we met heel weinig zijn. Dus het is een beetje gokken en hopen dat het goed uitpakt. Gisteren bij de belofte en bij de vrouwen werd de koers vrij vroeg beslist. Mm-hmm. Met ook sterke ploegen, de grote blokken die het verschil maakten. Is natuurlijk ook het geval bij deze wedstrijd. Wat verwacht je van de mannen van Jumbo-Visma? Dat jullie echt in het begin constant achter hun aan moeten rijden? Ja, zo was het vorig jaar een beetje, maar uiteindelijk... op het einde zijn ze ook met lege handen naar huis gegaan. Dus misschien dat ze dit jaar iets anders aanpakken. Maar ja, sowieso kunnen hun wel een beetje hun overtal uitspelen. En, het zou wel mooi zijn om gewoon een harde koers te krijgen. Hoor. Vorig jaar ontbrak het hun eigenlijk een beetje aan een echte kopman. Nu zijn die er wel, in Groenewegen en in Dumoulin. Maakt dat nog een verschil? Ik denk niet dat Groenewegen hier een parcours vindt dat hem heel goed ligt. Tom is wel in orde. Dat heeft hij ook bewezen met tijdrijden. Ik heb hem in Zwitserland ook gezien. Dus... Daar werd hij wel beter elke dag, dus ik geloof wel dat hij wel een rol van betekenis gaat spelen. Ja. Gisteren dus inderdaad vrij vlot die koersen in een plooi. Kan het zo zijn dat jij al in de beginfase meeschuift? Als het moet, dan hoop ik wel mee te zijn. Ja. Maar het zou wel, een mooi koersverloop zijn, denk ik. En het is een beetje zoals de Belgische kermiskoersen, gewoon een moeilijk rondje waar dat er gewoon op gekoerst gaat worden, denk ik. Tot slot, vorig jaar maakte je er een hele lange solo van. Nu is er weer publiek. Waar ga je hen op trakteren vanmiddag? Dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop gewoon dat het een mooie, leuke wedstrijd wordt. En dat er een verdiende winnaar op het podium staat. Succes vanmiddag. Dankjewel.